Welkom bij de review van The Plucky Squire. Een leuke, vrolijke kleinoot van game. Van een game. Kleinoot van game? Ja, die wel een bepaalde fanbase heeft onder onze community. Want toen we de eerste beeld er ooit van zagen, toen waren al heel veel mensen van... Ah, vet, dit moet jullie in de gaten houden. Kevin speelt dit, momenteel ook op stream vaak. En goed, kijk, als je het ziet, en dat heeft iedereen gehad met die eerste trailer, dan ja. het pakt wel, het raakt iets meteen. Het stilt meteen je hart. Het doet iets nieuws of iets unieks. Althans, die illusie geeft het. En ik snap wel dat onze community dat ook dacht. Van nee. hier gebeurt iets. Die kijken verder dan de gemiddelde mainstream game. Ik heb de game aan jou gegeven. We hebben één code gekregen van Cosmocover. Dat is de uitgever ervan. Althans het PR-bureau wat dat doet in het buitenland. En jij hebt hier een weekend vol meegespeeld. Kijk, hey, Jot heeft ook... Jot kan full JJ-mode gaan, zoals ze dat in de game ook noemen. Maar leg eens uit. Wat is dit voor een game? Ja, het is eigenlijk heel veel games. Maar wat het in den beginnen is een combinatie tussen de oldschool Zelda top-down games. Dus dat is wat je heel vaak aan het doen bent. Gecombineerd met minigames. En als je uit het boek gaat, dan wordt het ook vaak een 3D-platformer. Okay. En daarmee als extra element is natuurlijk... Nou, je zit in een prentenboek eigenlijk. Ja. En daar zit ook tekst in en veel... Puzzels die je daarin tegenkomt zijn dus ook text-based. Dus hoe is dat in de praktijk? En helaas is dat vrij simpel. Je komt in een ruimte, je loopt een bladzijde binnen... en daar staat op een gegeven moment... The gate is closed. Ja. Dan denk je, potverdorie, ik wil graag de gate open is. Dat lijkt me logisch, nou, ja. Dan ga je een beetje zoeken... en dan kom je ergens anders en dan staat je... Oh, de put is open. En dan denk je, ah... Nou, die put hoeft voor mij niet per se open te zijn... maar de gate, die moet open, want ik moet er langs. Nou, dan ga je naar het open toe, sla je open... Pak je het ook echt à la Zelda zo boven je hoofd. En dan kan je dus de gate openmaken. Want als je neerzet, de gate is open, dan gaat de gate ook automatisch open. Want als het eenmaal in het boek staat, dan is het zo. Het verhaal begint eigenlijk met dat deze karakters helemaal nog niet doorhebben dat ze in een boek leven. Maar de bad guy van het verhaal, die komt daarachter. En die wil dan uiteraard het boek overnemen. Die wil er zijn boek van maken, want die is er helemaal klaar dat hij altijd van... onze schildknaap verliest. Ja, hij is altijd een lul aan het Ja, hij is altijd een lul. Nou, hier zie je heel goed dat het echt die Zelda top-down gameplay is. Daarmee dwarrel je lekker door de wereld. Het is ook echt net zoals Zelda dat je een laadschermpje krijgt als je naar het volgende stukje loopt. In dit geval ga je dan naar de volgende bladzijde. En de wereld is inderdaad gewoon steeds een pagina. Ja, dus de wereld is twee pagina's natuurlijk, links en rechts. En op een gegeven moment krijg je ook de krachten om dat boek dan weer te manipuleren. Dus op een gegeven moment kan je uit het boek, dan verander je ook in een 3D-plucky. Dan loop je eigenlijk op het bureau van een jongetje, Sam uit mijn hoofd. En Sam is groot plucky-fan, dus er liggen ook overal plucky knuffels, plucky tekeningen, plucky broodtrommels, noem het maar op. Maar op een gegeven moment kan je dus uit dat boek, want jij bent natuurlijk wel de held van het verhaal. En dan kan je ook het boek manipuleren. Dus dan kan je bijvoorbeeld bladzijdes teruggaan, bladzijdes vooruitgaan. En dan kan je ineens een woord dat drie bladzijden geleden stond, kan je dan toch gaan gebruiken om in het huidige weer iets aan te passen. Dat klinkt heel leuk. Dat is ook heel erg leuk. Het enige wat wel heel erg jammer is dat het eigenlijk nooit... kijk, hier zie je het gebeuren. Hier word je gewoon even uit het boek gebouwd. Oké, en in één keer wordt hij ook... Ja, andere... Nou, nu wordt hij echt 3D. Je komt gewoon in de 3D-dimensie. Ja. En dan vaak daarachter zie je natuurlijk ook van alles aan dozen en dergelijke. Nou, er zijn ook echt wel genoeg stukken in die game waarin je... in zo'n, ja, bijna een 3D... Ja, gewoon eigenlijk in een 3D-platform terecht bent daar op het bureau. Maar wat ik vooral jammer vind is dat idee van die puzzel met die taal, dat vind ik heel erg leuk. En je hebt dat ook, de gate is open. Nou, er ligt daar ook ergens het woord large. Dan is je kan ook de gate is large maken en dan wordt die ineens heel groot. Wat ik jammer vind is dat het eigenlijk je nergens verder uitdaagt dan die basisstappen. Waarmee ik eigenlijk het gevoel heb gehad dat iedere keer als die game mij een puzzel presenteerde, ik eigenlijk terecht... Ja, de tutorial van de puzzel, dat was dan ook de puzzel. Er komt nooit een extra leveltje bij. Dus hier, kijk, nou, de gate is huge. Dan zie je dat de gate huge wordt. Maar je hebt nooit dat je echt verder na moet gaan denken dan, oké, de gate moet open. Het is niet dat je denkt, oké, ik moet dit hier veranderen, ik moet dat daar veranderen, dan verander dit hier en dan kan ik erdoor. Nou, hier kan je dan, hier moet je op zoek naar een beest wat dunner wordt of een tiny bug, dan kan je er natuurlijk gewoon langs. En zo puzzel je er een beetje doorheen. We hebben het laatst bij Astrobot gehad over, is het een kids game of is het dat niet? Daardoor kreeg ik bij deze game wel echt het gevoel, dit is echt gemaakt om met je kids te spelen. Mm-hmm.
Want je wil, ja, het wordt nergens uitdagend. Maar los daarvan geeft het je ook niet echt de illusie van uitdaging. En die miste ik wel heel erg. Verder heeft die game echt nog heel veel minigames, zoals je hier ziet. Zien er allemaal echt super leuk uit, super schattig uit. Gameplay technisch ook niet heel interessant. Nee. En dat is eigenlijk hetgene wat ik er het meest uithaal. Is dat het heel veel leuke dingen doet. De stijl is leuk, het concept is fantastisch. Het idee van die taalpuzzels vind ik leuk. Minigames ben ik ook best wel voor te porren als het goed is uitgewerkt. Maar het is eigenlijk nooit echt heel goed uitgewerkt. Dat, ja, nou, zoals je het zo vertelt. Bedoel, het klinkt wel als een developer die dus echt een aantal nieuwe dingen wil introduceren. Dus inderdaad het boek in plaats van een open wereld waar je, hè, die we al kennen. Het boekgedeelte, het puzzelen met woorden, waardoor je door de woorden te manipuleren opeens een doorgang kan vinden. Het overgaan van een bepaalde stijl naar 3D. Al dat soort dingen. Het is allemaal iets wat je niet of niet veel ziet bij andere games. Nee. Maar dat ze één ding dus vergeten zijn. Nou ja, of en een of, hele uitdagende game. Het kan ook een keuze en het hoeft niet heel uitdagend te zijn. Maar je ziet dit soort dingetjes. Kijk, het is voor mij natuurlijk ook een feestje om dan in zo'n Magic the Gathering-achtige kaart te komen. Het is super grappig. Je komt uit het boek, je ziet ineens zo'n kaart staan in de echte wereld. Kan je daarin, krijg je een Pokémon-achtige game. Maar ik heb het geprobeerd. Ik kon hier gewoon niet doodgaan. Dus het is eigenlijk ook een verkapte, niet eens cutscene, maar een verkapt stukje verhaal. Mensen die tegen elkaar praten. Dan voel ik het. Oké, dan had ik het misschien leuk gevonden als ik elke dag een half uurtje voor het slapen gaan een stukje plukje had gelezen. Maar dat is niet zo. Ik probeer een game te spelen. Ja. Ik moet het natuurlijk ook voor deze review. Is het meer dan een graphical novel? Dat had ik ook op een gegeven moment. Het is het verzandt eigenlijk elke bladzijde ook wel weer echt in heel veel tekst. Dus dialogen, die karakters die tegen elkaar aan het praten zijn, dat moet je ook allemaal lezen. Daar is op zich niks mis mee, maar dat is wel een beetje wat het is. Want ook het vechten bijvoorbeeld, je hebt allemaal monstertjes. Dat vind ik ook heel raar. Die moet je echt relatief echt wel vaak slaan. Ja. Ze raken jou ook wel, maar het is ook weer zo dat als je gewoon blijft rammen, dan je weet dat ze sneller doodgaan dan jij en dan komt een hartje uit ze. Altijd, altijd net voordat je doodgaat, komt er een hartje, waardoor je weer wat leven hebt. Dus zo heeft het de illusie om gewoon iets. Snap je, ik weet ook wel dat als het ook maar iets moeilijker was geweest, als de vijanden iets moeilijker waren geweest, dan had ik het ook wel makkelijk gekund. Maar ik kon mijn hersenen nu zo erg uitzetten. Ja. Dat het dan op een gegeven moment heel erg voelt als we moeten er doorheen. En, weet je, en dan gaan ze weer met elkaar praten. Moet ik wel zeggen, het script is hartstikke leuk geschreven. Het zit heel goed in elkaar. Het is smart. De karakters raken ook allemaal. Kijk, die karakters komen er ook achter dat ze in een boek zitten. Mm-hmm. En die komen allemaal in een soort van existentiële crisis terecht. Ja. Die denken, mijn hele leven is eigenlijk een leugen. Ik ben maar een kinderverhaaltje. Nou, er verandert af en toe ook iets in het boek. Doordat de vijand bijvoorbeeld een spel heeft. En dan zit je ineens in zijn boek. En dan ben je niet meer de held van het verhaal. Ben je al je krachten ineens kwijt. Allemaal dat soort dingetjes zijn superleuk. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn krachten kwijtraak, is de gameplay niet meer leuk. Nee. Zo zitten er heel veel van dat soort dingetjes in dat ik denk van ja, ik vind alle concepten in deze game fantastisch. Ik vind het er hartstikke leuk uitzien. Gaming is natuurlijk eigenlijk alleen leuk als er een bepaalde perceptie in zit van dat je ook kan falen. En als je in deze game eigenlijk niet kunt falen, dan loop je er doorheen. Nee, en dan heb je ook nog, dat is het allergekste, je hebt ook nog een story mode. Die heb ik nog niet eens gespeeld. Dus dit is nog de soort van de uitdagende variant ervan heb ik gespeeld. Er is nog een makkelijkere. Zou ik bijna zeggen, nu met de kennis van nu, speel dan lekker die makkelijke. Want weet je, het steltje is hartstikke leuk. Het verhaal is ook wel leuk. Maar dan hoef je dus niet dat vijanden te butten mashen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Nee, ik ga eventjes opzoeken wat die kost. Want we gaan. Nou, ik kan je vertellen. Oh. Ik heb hem op. Want je had mij natuurlijk een code gestuurd. Dan moest ik met een laptop in de weer en zo. Vond ik allemaal maar gedoe. Hij staat in ieder geval gratis op PlayStation Plus momenteel. Mm-hmm. Nou, daar kan je dan, weet je, als iets gratis is. Gratis tussen aanhalingstekens, want je betaalt er natuurlijk wel maandelijks voor. Maar dan kan je het sowieso proberen om te kijken of het iets voor je is. $30, dus €30 op Steam. Ja. Is het dan voor jou? Nou ja, het dus is. Ja? Kijk, ik probeer me dan. Ik heb het nu heel erg gehad over mezelf als nu. Ja. Weet je, en ik hoop als ik zo'n kiddie looking game zie, dan hoop ik altijd op iets van het niveau van een Mario. Of wat ik met Astrobot heb gezien. Want ik word juist graag door een game in die kinderlijke wereld getrokken, maar waar ik nog wel ook een uitdaging kan vinden. Ja. Weet je, dat is wat ik leuk vind. Dat heeft deze game niet.
Dus voor mij is het er dan ook niet. Ik kan me voorstellen dat als ik een kind was, dan was dit dan was mijn kop ontploft. Want dat soort elementjes van, oké, je zit in een boek en het is plat en dan kan je eruit en is het 3D. Ja. Alleen die gimmick was voor mij als kind al genoeg geweest om het op eerste level, bij wijze van spreken, elke dag opnieuw te spelen. Het vervelende is dan wel, het is niet gelokaliseerd. Er zit geen Nederlandse taalfunctie. Nee, dat is echt heel zonde. Moet ik zeggen, heb ik niet heel diep naar gezocht. Maar volgens mij zit dat er inderdaad niet in. Nou, ik heb hem in ieder geval gewoon op het Engels. Kijk, ik zou het wel... het is jammer dat we dat niet weten. Want het is wel eigenlijk inderdaad een heel belangrijke. Misschien moeten we dat wel even opzoeken. Ik ga het opzoeken. Als jij want ik kan me voorstellen dat als je je PlayStation 5 of waar je het dan ook op speelt wel gewoon op Nederlands hebt staan, dat het dan misschien wel gelokaliseerd is. Omdat het inderdaad zo obvious toch op kids gericht is. Misschien zijn zij zelf wel een beetje geschrokken in de loop der tijd. Omdat zij eigenlijk toen die trailer uitkwam een hele hoop hype hebben gecreëerd. Waardoor het ineens ook voor de volwassen gamer moest zijn. Misschien zijn ze er zelf wel een beetje van geschrokken. Ja. Want het is uiteindelijk gewoon een... je kan je kinderen... Weet je, het heeft echt bijna een Sesamstraat elementje van... Oh, de poort is dicht. Oh, daar moeten we het woordje open van maken. Het ontstijgt eigenlijk zelden het niveau Sesamstraat. Dus ik hoop eigenlijk dat ze het gelokaliseerd hebben. En als ze dat niet hebben, zou ik het ze echt heel erg aanraden om dat wel te doen. Ik zie dat je in ieder geval hebt gevonden dat hij wel in het Frans en het Duits is. Ja, dat ga je altijd krijgen. Dan is Nederlands zit er waarschijnlijk... Oh, 10 andere talen. Ja. Engels, Frans, Duits, Nederlands niet ondersteund. Spaans, Japans, Koreaans, Braziliaans, Russisch, Chinees en Spaans. Ja, nee, dus ja, dat heel niet. Zonde. Maar goed, kijk, dan misschien... kinderen kunnen tegenwoordig ook al goed Engels. Dat, kinderen kunnen Engels. Of dit is dan hun opstapje naar Engels toe. Ja. Dan speel je dit gewoon lekker met je ouders. Dus ik wil die game echt niet doen met dat het niks in zich heeft. Want ik bedoel, ik denk dat ieder frame dat je ziet, zie je dat het echt wel kwaliteit heeft. Maar ik ga hem gewoon vragen. Als Yui. Ja. Yui zonder kinderen. Yui zonder kinderen. Kopen budgetbak slopen. Ja, ik ga dit niet slopen. Daar heeft het echt te veel liefde voor. Maar ik zou hier zeker ook niet de volle pond voor betalen. Dus dan zeg ik budgetbak. Yui met kinderen. Kopen. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Dan heb ik andere problemen in mijn hoofd.